het gaat ook om water met koek, is en glas. En dat laten we dus allemaal de straat staan. En alle bacteriën op de straat, dat is allemaal smerig. Daar kan je ziek van worden. Het is de week van het water deze week en ook volgende week nog. Water is gewoon een heel belangrijk thema. En het is goed dat de jeugd kennis maakt met ook alles wat er onder de grond gebeurt. Want iedereen wil droge voeten houden. Tegelijkertijd maakt onbekend ook onbemind. Dus in mijn korte toespraak net had ik het er ook al over. Van, weten jullie wat er gebeurt als je de wc doortrekt bijvoorbeeld? En, nou, er zit best wel wat onbekendheid. En het is ook gewoon goed om op een leuke en laagdrempelige manier hier in het huis van toen en nu, wat ook gewoon waar iedereen binnen kan lopen om kennis te maken met wat er hier aan de tentoonstelling staat, om te zien wat er met het water gebeurt. Ja, onder de vloer, het is één vraag, hè? Wel, overal zit grondwater, hier zit grondwater. Ja, we willen graag werken aan jong geleerd is oud gedaan. En we hebben het idee, de educatie voor zeg maar jongeren, dat ons helpt voor de riolering. De kinderen gaan er meer naar huis, gaan erover praten, zeg maar, vertellen er wat over. Nou, het is ook een mooie tentoonstelling om ook voor andere mensen, om gewoon te zien wat er allemaal onder de grond zit. We hebben iets van 350 miljoen hebben we onder de grond liggen, wat heel veel mensen helemaal niet weten. En je kunt het gewoon hier ook zien. Ja, waar gaat het over, waar doen we het voor? Dus, ja. Want wat kunnen de kinderen en wat kunnen mensen hier gaan beleven of gaan zien of gaan doen? De mensen en de kinderen die kunnen hier zien zeg maar, hoe het rioolstelsel werkt. Ja, je kunt een spel doen. Hier de jongens zijn hier mee bezig. Zijn aan het kijken van, of de buizen zijn aangetast. Dat kun je zien. Je kunt iets zien van ratten. Ik moet het zelf ook nog even ontdekken. Het is een tentoonstelling die door RioNet ter beschikking wordt gesteld. Die kun je als gemeente inhuren. Nou, dat leek ons hartstikke een goed idee om dat hier te doen. Een mooie locatie hier. Dus ja. Ik denk dat ik zou iedereen zeggen van kom hier langs.